violently erupting, signs are flashing, bodies talk. Geluk zit in kleine dingen, dat vinden ook de organisatoren van de Dag van de Dialoog. Dit jaar willen ze graag rond de tafel zitten met als thema Samenleven zit in kleine dingen. Wij organiseren op 16 november de Dag van de Dialoog. Wij doen dat vanuit Forming Plus Waas en Dender samen met de stad Lokeren en 15 andere organisaties uit Lokeren zelf. En dat is eigenlijk een mooie namiddag, moet je zeggen, waarop dat op 9 verschillende plaatsen in Lokeren dat mensen in gesprek gaan met elkaar. Het gaat er eigenlijk over van, goh, er gebeurt heel veel slechts in de wereld, maar tegelijkertijd zien we ook heel veel mooie dingen gebeuren tussen mensen. Heel vaak zijn dat kleine dingen en we willen eigenlijk een beetje het accent leggen op die mooie dingen die ook wel gebeuren tussen mensen in de samenleving. Words. Je hebt toch een hele grote verscheidenheid aan mensen in Lokeren ook. Mensen die elkaar niet kennen, die elkaar passeren op de markt zonder dat ze weten van, misschien een beetje schrik hebben van elkaar ook. Wij vinden het heel interessant dat mensen die elkaar zelden met elkaar in contact komen, dat die zo een keer elkaar wel beter leren kennen. En we denken dat dat heel verrijkend is voor mensen. Je leert kijken op een andere manier naar andere mensen. We willen ook mensen vanuit heel veel verschillende hoeken van Lokeren zeg maar, samenbrengen op die verschillende plaatsen om met elkaar in dialoog te gaan. Dat interesseert mij zeer, want ik wil op mijn school dialoog krijgen met alle leerlingen en alle mensen die daar aanwezig zijn. Ik vind het een manier om zelf de stap niet te moeten zetten. Maar het is soms moeilijk om te weten naar wie kun je nu toestappen om die dialoog los te maken. En daarom vind ik het een zeer goed initiatief. Heb je interesse in een gezellige babbel met andere mensen dat je anders misschien nooit zou tegenkomen of nooit mee in gesprek gaan? Dan zou ik zeggen, bij een tasje koffie en een koekje komt de 16e november naar de Dag van de Dialoog. Words. Wil je graag deelnemen aan de Dag van de Dialoog? Schrijf je dan in via www.dagvandedialooglokeren.be.